Yes, dames en heren, welkom weer een gloednieuwe vlog. Er is super veel wind vandaag. Het begint in ieder geval nu al te waaien, want vannacht en morgen geeft hij heel veel storm aan op dit eiland. Nou ja, en dan is er dus gewoon gigantisch veel wind. En op een eiland, dan ga je het echt wel merken. Ik heb een windjammer op mijn microfoon, maar er is echt super veel wind al. Maar dat maakt niet uit. Ik ga even lekker naar de koffiezaak. Ik heb de step mee. Kijk, ik heb lekker zo'n elektrische step, zie je. En dan ga ik even een lekker cappuccinootje kopen. Ja, en wat ik vandaag ga doen, ik heb echt totaal geen idee wat ik ga doen. Dus dat zien jullie vandaag wel. Misschien dat we naar een verlaten molen gaan. Maar ja, dan moeten we met de rib heen, dus met de boot. Dus het wordt een beetje lastig. Ligt er net aan hoe hoog de golven zijn. Maar dat gaan we wel even zien. We zien het gewoon wel, we laten het gewoon weer lekker op ons afkomen. En we gaan nu eerst even lekker een bakkie doen. Nou, ik zit er even lekker in een zaakje, super lekker cappuccinootjes. Ah, heerlijk. Het is trouwens ook heel rustig in het stadje. En dat is waarschijnlijk omdat nu weer de schoolvakanties afgelopen zijn in Denemarken. Dus iedereen moet weer naar school. Dus de ouders moeten ook weer aan het werk. Die blijven dus thuis. Want ja, je gaat je kinderen naar school brengen en zelf op vakantie. Dus daarom is het nu aardig rustig. Overal. Nou, ik ben weer terug aan boord. Ik had even een leuk gesprek met die meneer, zeg maar. Van die koffiezaak. Die bleek dus vroeger journalist te zijn geweest voor Zender 2 van Denemarken of zo. Zoiets zei hij. En hij heeft allemaal winkels in Kopenhagen, 6 stuks, waar hij sandwiches verkoopt. Super leuk om er even mee gesproken te hebben. Kijk, want hij vond het natuurlijk even leuk, want hij zag mij met die vlogcamera van hey, wat doe je? En ik zeg, nou, ik maak filmpjes. En dat vond ik dus interessant, want hij natuurlijk journalist is geweest. Dus het was wel even leuk, zeg maar, om even mee te praten. Ja, je ziet het al wel. Aan de vlag in, hier zo, zie je daar. Dat het aardig begint te waaien. Kijk, het begint ook al, ja, hier zie je het niet erg, maar daar zitten echt al witte golven op het water. Ja, je ziet er ook al aan mijn haar, hè. Het begint al harder te waaien. En vannacht zeggen ze, gaat het super hard waaien. Dus we gaan het meemaken. Nou, mijn schoonvader die is net even met een rib gaan varen. Er waren al best wel hoge golven. Ze waren ongeveer, denk ik, een meter hoog nu. Maar ze worden al hoger in de loop der avond. Ik heb even een klein fragment die mijn schoonvader gefilmd heeft voor jullie. Dus die zien jullie nu even. Nou, zoals jullie zagen, de golven beginnen langzaam te komen. De rib, zeg maar, uit de boot, die had hij even leuk gezet. Maar als je gaat varen, dan klap je letterlijk en dan zweef je letterlijk over de golven heen. Dus dat is wel super gaaf om dat mee te maken. Maar je moet je echt super goed vasthouden. Want vorig jaar ging ik ook over hoge golven. Maar toen was ik blij dat ik weer aan boord was. We gaan nu trouwens even naar een oud museum toe. Tenminste, die is heel vaak dicht, dan weer open, dan weer dicht. Ik zag nou dat die open was. Dus ik ga kijken of die nou nog steeds open is, want ik ben net weer aan boord gekomen. En dan moet je intrede betalen en dan kun je binnenkijken hoe het, zeg maar, vroeger in Erskeubing, in dit dorpje, zeg maar, hoe het eruit zag van binnen in de huizen. Dus dat is wel even super leuk om te zien hoe ze vroeger geleefd hebben. Hey, waar is Anastasia nou? Tina, waar is Anastasia? Hallo Anastasia, zwaai even! Hallo! Wat een mooi plekje! Nou, ik hoor dat het museum tussen 11 en 2 open is. Het is nu 2:15. Dus dan heb ik nog een kwartier. Dus dan moet ik even heel snel zijn. Kijk, ik zie het al. Het was bijna nooit open. Ik ga er altijd langs en dan is hij open en dan kom ik terug en dan is hij weer dicht. Super veel wind staat er trouwens. Hier valt het op mee. Kijk, hier is het museum. Zie je, dit is het. Dan moeten we hier naar binnen. Oeh.
So, yeah, he was a collector, and this is not how it looked throughout Eos Cubing. This is just because he collected everything he found. Mm. Yeah, so that's there the main idea throughout the house. Okay. And what was in? What are in these other rooms? It's the house as he used it. So there's the kitchen, and there are several beds. Nou, het is 40 kronen. Kunnen we dus kijken. Ik zeg wel een klein fragmentje. Dat meisje, zeg maar, die werkt hier dus. Maar hij is met een kwartier dicht, dus ik moet heel snel zijn. Maar kijk even hoe super leuk dit eruit ziet. Kijk, ik kom hier trouwens net vandaan. Zie je? Je kijkt hoe mooi ook al die tegeltjes van vroeger. Allemaal verschillend. Ze zijn allemaal met de hand geschilderd. Heel mooi. Oude koperen pannen. Dit lijkt wel een fornuis, zie je? Kijk. Zie je, dit is de kachelpijp. Heel mooi dat dit is blauw. Nou, hier heb ik een klein kutje. Kijk ook hoe laag dit plafond is. Kijk, als ik aan mijn camera omdraai, dan sta ik letterlijk met mijn hoofd tegen het plafond aan. Zie je dat? Heel grappig. Super leuk om het een keer te gezien te hebben. Mooi stoel. Even kijken of het nog een beetje zit van vroeger. Kijk, ik weet niet wat dit is. Als iemand weet wat dit is, ik heb het idee dat dit gewoon een soort wc is. Au, daar stoot ik mijn kop. Nou, dit is een bed. Zo. Het lijkt wel of er een soort stro in zit. Oeh. Nou, mooi is, dus er is nou toch niemand hier. Ja, alleen dat meisje, maar die zit bij de ingang. Dus dat ziet lekker niet wat wij hier aan het doen zijn. Kijk, allemaal oude schilderijen. Nou, dan gaan we verder kijken. Kijk, die vloer ook grappig. Ja. Huh. Dat is een binnenpleintje. Superleuk. Nou, hier zaten ze vroeger te eten, zie je. Heel cool. Dit is zo mooi, omdat je al die tegeltjes, die kon gewoon het jaar 1600, 1700, moet je kijken. Allemaal met de hand geschilderd. Kelderkast. Nou. Dat is ook een bed. Ik zou niet weten wat dit voor is. Oh, ik weet het al. Als je heel oud bent, kun je hier zelf mee het bed uittrekken. Zie je dat? Kijk, hier moet je kijken hoe klein de bedstee het is. Met een raampje erin zelfs. Lijkt wel zo'n bel van, hey, ik heb hulp nodig voor een ziekenhuis. Oh, dit is cool. Trapje naar boven. Is het deze dat je naar boven kon hier, joh? Oh, gezellig. Kijkers. Zie je dat? Heel gezellig. Kijk die tegeltjes zo mooi. Klein mini kacheltje zie je. Zo, mooi schilderijtje zie je nog. Hier zelfs een kamertje. Kijk, dat zeilschip hoe mooi. Oh, wat prachtig. Een mooi kastanje oude lijst. Kijk, deze mensen hebben er allemaal gewoond. Zo, hé. Hey. Check dit dan. Kijk, de plafond ook hoe mooi, hè. Het
Het is al best wel groot hier, joh. Heel bijzonder dat het zo groot is hierboven. Kijk, er is ook nog een bed, zie je. En volgens mij zag ik zelfs nog een trapje naar boven. Kijk even. Hier. En hier is ook weer een trap. Oh. Nee, je kunt dus niet naar binnen. Ik zou bijna denken even loshalen, maar ja. Zie je. Zo, wat is dit? Zo'n opblaasvis. Super cool dit. En je zit echt gewoon tegen het plafond aan hier. Een deurtje. Heel leuk. Nou ja, dat was het eigenlijk wel, denk ik. Voor de rest is er niet veel. Nee. Nou, super leuk om het een keer gezien te hebben. Heel leuk. Zo zie je maar weer. Het is vandaag een beetje een slechte dag met wind. Kijk, er is een andere trapje hier. Heel stijl. Kijk, daar zijn we net ook geweest, zie je. Maar het is dus grappig, zeg maar, we zijn vandaag, of het is vandaag heel, heel slecht weer. Nou ja, als het slecht weer is, dan kun je bijvoorbeeld zulke dingen doen. Een beetje museum bezoeken. Hier is het mooi windstil. Nou, ik ga alleen al op zoek naar de kids. Thank you. No, it's okay. Oh, you can keep it. You can keep it. Bye bye. Nou, dat was heel leuk. Oh, ze zei nog dat ik 10 kroon te goed had. Het was zeg maar 40 kroon, ik gaf 50 kroon. Nou, die 10 kroon die mag ze wel houden. Dat draait het leven niet om 10 kroon. Dat draait om miljarden. Biljoenen. Nou, ik ga even Helena opzoeken. Die zit volgens mij hier op het binnenpleintje. Daar heb ik stiekem zelf ook al een bakkie gedronken. Dan drink ik er gewoon lekker nog eentje. Kijk, we zijn nu op dat binnenplein. Maar hier hebben ze dus die boilers, kijk. Zie je dat? Hier maken ze die zelf. Anastasia en Daniel, kijk! Kijk! Allemaal whisky maken ze hier. Dit is een whisky stokerij. Zie je dat? Allemaal koperen boilers. Die is leeg. Anastasia, kom gauw naar buiten, want jij sloopt alles. Daniel, stuur hem maar naar buiten. Zeg maar, Anastasia, ga naar buiten. Zeg maar. Ja. Heb je auw, Daniel? Ja. Waarom? Waarom? Kijk, Daniel is zijn been gevallen. Een poes erop. Ja. Een kus. Zo. Zo. Ja. Nou, ga maar naar buiten. Nee, 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 nee. Kijk, Anastasia moet altijd het uiterste opzoeken. Kom, Anastasia, kom. Er komt een man. Nee, kom. Kom, 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 kom. Nou, ik loop weer lekker terug naar boord. Het begint al harder te waaien nu. Het was super leuk even om in dat museum te kijken. Ik ben er een paar keer voorbij gelopen. En dan was hij steeds dicht, maar nu heb ik het eindelijk gezien van binnen. Op een of andere manier ga je een beetje terug in de tijd en zie je zeg maar hoe zij geleefd hebben. Super leuk en interessant om dat te zien. Dit was ook weer het einde van de vlog, mensen. Er is ook niet echt heel veel meer te doen vandaag. Ja, alleen nadat de wind meer toeneemt. Begon zelfs net ook een beetje te regenen. Het is nu weer een beetje stil. Maar... voor de rest mensen, doe even een duim naar boven als je het een leuke video vond. Laat even een leuke reactie achter wat je van de video vindt. En ben je nog niet geabonneerd, is allemaal volkomen gratis en dat waardeer ik super erg. En dan zie ik jullie bij de volgende video en dan zeg ik altijd zoals gewoonlijk later.